Welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag gaat het een heel andere video zijn. Ik geef vandaag Sven de kans om verder te zetten in deze video. Dus wat Sven ervan maakt, ik geniet van Sven. Ik ben er volgende week weer met een volledige video, alleen maar bij mij. Tot volgende week, boys. Yo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Sven en vandaag ben ik terug met een nieuwe video. En nee, het is niet zo'n video als eentje, maar vandaag wil ik eens even bespreken hoe dat we het nu gaan doen met de Tasted. Want normaal gezien, volgend jaar kwam een nieuwe serie Tasted uit. We gaan de Tasted nog altijd doen. Alleen, het probleem is, ik moet een Tasted video doen, maar ik weet nog niet met wie of met welke producten dat ik deze ga doen. Beetje ambetant, beetje irritant. Het is een beetje onvoorspelbaar. Maar de laatste dagen ga ik nu binnenkort minder actief zijn op YouTube. Dat komt omdat ik moet ook nog video's voorbereiden. Ik moet nog een video opnemen voor Alte Dylan. Staat zeker in de beschrijving. Ga even subben. En ja, dat is dus eigenlijk de meeste reden. Ik zit niet meer zoveel op YouTube momenteel. Omdat ik eigenlijk ook meer bezig ben met video's maken. Dus moesten er veel mensen zijn dat denken. Hé, je uploadt niet meer. Wat is het probleem? Dat is dus het probleem. Ik kan nu een week of twee zeker uit zijn voor zeker opnames te hebben, zowel voor het kanaal van Alte Dylan en sowieso als in de zin van een beetje het ding van mijn eigen. Dus ik heb over het laatst een vlog ingerenderd en die komt zeker nog online. De dinsdag dat geweest is die online gekomen. Dus, het is een extra video op zaterdag vandaag. Dus, jongens, geniet ervan. Anders dan ben ik boos. Dan ben ik boos, ja. Ja, nee, ja. En zoals jullie misschien ook horen, het raam staat weer open. Ik heb te veel Miles Morales gespeeld. Dat is een nieuw Spider-Man spel. Ik ben blij dat ik het eigenlijk niet gekozen heb, maar aan de andere kant, het is nog wel een tof spel. Alleen aan de andere kant zit ik nu zo van, ja, wat moet ik nu doen aan de andere kant? Want het probleem is, ik heb niet zoveel meer te doen momenteel. En ja, ik ben weer in een blessure, dus een armblessure. Heel tof. Maar aan de andere kant, ook weer niet zo tof, maar aan de andere kant weer wel. Kan nu weer minder. Oh, er is gewoon iets, ja. Nee, nog altijd even dezelfde. Die blessures, die overbodige blessures. So yeah. Ja. Mooi geweest. Ik heb sinds kort heb ik een idee gekwelkt, genomen, gekozen, gevonden. Almost! Over het feit dat ik een nieuwe serie ga beginnen en de serie noemt Tasted. Tasted is eigenlijk vooral een serie waar ik ga proberen kijken van hey, wat wil ik? Dit vind ik lekker, dat vind ik lekker. Een serie waar ik eigenlijk dingen eigenlijk in het algemeen ga proeven. Bluff dat ik met een kratje in het water spring. Like Dylan, zo'n serie. Dus laten we hopen dat deze serie iets gaat geven, iets leuk gaat geven, iets... Ja, iets. Lekker toch. Dus binnenkort, ik weet nog niet wanneer, ik geloof waarschijnlijk vanaf binnen 2 maanden in september komt deze zeker sowieso online. Dus hopelijk zie ik jullie dan en hopelijk ben ik dan met de nieuwe serie op mijn YouTube kanaal.